Levier heeft besloten om de huren van haar sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen. De woningcorporatie heeft hiervoor gekozen omdat ze het geld niet per se nodig heeft. Bovendien hebben veel huurders van Levier een laag inkomen. De belangrijkste reden is eigenlijk dat we veel verhuurders hebben met hele lage inkomens. Wij ons daar zorgen over maken en we het geld op dit moment niet per se nodig hebben. Dus als het goedkoper kan, maken we het goedkoper. De corporatie zegt ondanks de huurbevriezing te kunnen blijven investeren in de duurzame kwaliteit van haar woningen, in leefbaarheid en in de nieuwbouw. 2 jaar geleden hebben we een ingrijpende reorganisatie uitgevoerd om onze kosten te drukken. Dus rente kan je niet zo beïnvloeden, onderhoud eigenlijk ook niet, maar bedrijfslasten wel. Dus we werken nu met veel minder mensen bij Levier en daardoor zijn we goedkoper en daardoor halen we dit geld over. De huren van bedrijfspanden en die van de vrije sector kunnen wel verhoogd worden. De belangrijkste uitschuldingscategorie is de mensen die, dit is alleen voor de sociale huurders, mensen die in een sociale huurwoning wonen, dus dat zijn huren onder de €700. De duurdere huurwoningen die krijgen wel degelijk een huurverhoging. Levier gaat dit jaar nog fors investeren in haar woningbezit en wil ook nog nieuwe woningen bouwen.